Het is weer een prachtige dag in Gumbet. In onze reis Zwerf door Europa. En we gaan natuurlijk, we zijn op pad met Falcon Reizen. De vierde artiestreis die deze organisatie heeft georganiseerd. En ik moet zeggen, het bevalt ons, Adrie. Geweldig. Geweldig. Geweldig, uitstekend. Het is dat het lichaam gaat wennen. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik ook, zal ik maar zeggen, als ik mezelf op bepaalde filmpjes terugzie, denk van nou, het moet toch echt, er moet toch echt 10 kilo vanaf. En dat ga ik ook echt doen als ik thuis ben. Dus je kunt er weer rustig nadenken, plannen maken in je hoofd. De dagelijkse sleur die heb je niet, dus kortom, hier is alles lekker, weet je, cameraatje filmen, cameraatje op de kamer. Lekker aan het zwembad liggen, even snel iets eten. En zo meteen heb ik een collega, ik heb hem in het begin al aangekondigd, Gerard Pals. Vorig jaar heeft hij ook de boottrip gepresenteerd en verslagen. Met de schuimparty en de artiesten die aan boord zijn. Adrie gaat wel mee, maar ik heb nou eenmaal ongelooflijk last van zeeziekte, dus ik ga niet mee. Ik blijf lekker hier op het resort, wat me uitstekend bevalt. Eten en drinken en lamballen. Iemand moet het doen. En jullie zijn getuigen. Nou, fijn dat je kijkt. Blijf zitten. Schenk iets lekkers in. En we gaan met elkaar nog deze week ook weer een stukje Turkije beleven. En dan wordt het nu toch eens tijd dat ik de mensen met de boot wegstuur. Ze zijn ja, die mensen worden daadwerkelijk in de boot genomen. Ja. Worden in de boot genomen. Ze staan hier met ongeveer 125 mensen gaan ze een boottocht doen. Na ongeveer de 21 uur die ik per dag gewerkt heb om leuke programma's te maken, ga ik zo meteen de microfoon afgeven aan Gerard Pals. Geen commentaar, Adrie? Zo. Ja, dat had ik gisteren al gezegd. Oh, oh. Wat je bent. Oh ja, oké. Okay. Nee, ja, nee, ja, nee. Ik ben gewoon zeeziek en erken en herken je meerdere. En dat is dan in dit geval de zee. Groep staat klaar. 125 man ongeveer die aan boord gaan. Feestje vieren, schuimparty, alles erop en eraan. Jullie gaan de getuigen van zijn. Ik ga de microfoon afgeven aan Gerard Pals. En we gaan eventjes met hem praten om te kijken hoe hij vandaag de opname gaat doen. Nou, hier is hij dan. Waarom ben je zo laat, man? Ik moet nog eten, joh. Ik zie ook van alles tussen je tanden zitten. Ja, zie je het? Dat valt van mij. Dat valt mee. Hey, vorig jaar voor het eerst, hè? Ja, klopt. De boot gedaan. Ja, klopt. Was leuk. Was een goede uitzending, heb ik gehoord. Ja, dat was het beste dit. Niet normaal. Meest bekeken ook, had ik meest bekeken ooit. Ja. Ja, dat hadden wij samen netjes gedaan, ja. Ja, ik snap dat ook wel. Ik geef jou de microfoon. Wat ga je vandaag doen? Plannetje bedacht? Ja, er is iemand heel erg bang voor... Of niet bang, hij kan niet zwemmen. Dus gaan we even een zwemwestje om doen en eventjes de zee in. Nee. Ja, dat is wel zo grappig, toch? Oh, nou ja, dat zou ik nooit doen. Maar goed, ja, je doet het op zijn eigen manier, ja, hè? Ja, natuurlijk. Ik geef jou de microfoon. Veel plezier vandaag. Ik ga lekker zonnen. Want ik heb nu gemiddeld 21 uur per dag gewerkt. Ja, ik zeg je meer slapen dan werken, maar kom goed. Dankjewel. Hier zijn we dan, in Turkije. De bootreis van Frankie Falcon. Wij moeten het samen weer gaan doen, hè? Wij gaan het samen doen, Adrie. Dat komt helemaal goed. Heb jij ook al een plannetje? Nee, ik zie het wel. Nog niet, oké. Maar gaat goed komen. Dat de Turkse badplaats Gumbet niet echt een aansprekend verleden heeft, is ook terug te zien in de hoeveelheid bezienswaardigheden in de stad. Daarvoor moet je toch echt terug naar de historische bezienswaardigheden in Bodrum. Het is aan te raden een bezoekje te brengen aan het kasteel in de stad. Het kasteel van Sint Petrus. Dat tevens dient als symbool van de stad. Maar ook het mausoleum, waarvan helaas alleen nog de fundering van overgebleven is, is absoluut een bezoekje waard. Dit mausoleum staat nog altijd te boek als één van de 7 wereldwonderen. Neem een kijkje bij de oude Romeinen en bezoek het antieke theater. Dit theater is tot in de details gerestaureerd en heeft veel van zijn oude charme teruggewonnen. In het dal tussen Bodrum en Gumbet staan ook nog enkele windmolens die je kunt gaan bekijken. Deze windmolens zijn door de lokale boeren gebouwd en worden tot op de dag van vandaag gebruikt. De meeste Nederlandse toeristen trekken echter richting Gumbet voor 3 zaken. Zon, zee en strand. En het liefst willen ze ook nergens anders meer over hoeven nadenken.
Deze elementen kunnen nauwelijks beter samenkomen dan tijdens een heerlijke vakantie in Turkije. In een van de resorts van Gumbet die je onbeperkt en onbezorgd laten genieten. Moeten ze daar naar de Gramsie staan, dat stelletje, ongeregeld. Jongen, zeg. Nou, dan gaan ze dan, hoor. Ben benieuwd. Kom maar. Jo, kom maar. Hoppakee. Ga erop. Moet je aan het hoger opzoeken? Daar zijn we weer vanuit Turkije, Falkonreizen 2019. Helaas, Nol Roos is weer ziek. Ja, of ziek, hij durft niet. Maar we hebben gehoord dat er bossenbloemkes. Wie zijn dat? Die ken ik niet. Jawel. Vorige keer hadden we de Melodivas, volgens mij. Nou zijn het de bossenbloemkes. Bossenbloemkes. Kunnen we even gaan staan met de bossenbloemkes? Nee, dat is concurrentie, hè? Dat kan natuurlijk niet, hè? Zijn nou de Belladonna's. Ja, echt waar? Ze veranderen elke keer. Wie horen er allemaal bij, de bossenbloemkes? 1, 2, 3, 4, 5. Nou, kom even naar voren. Want we gaan eventjes iets leuks doen. Maar wat is jullie favoriete lied? Ik zou het niet weten. Zing alles maar. Ik heb niks te zeggen. Wat is dan een rare titel? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Oh. We zijn het vergeten. Oh, is de me. Wat een hele rare uitzending dit. We moeten jullie wel allemaal even in beeld hebben. Hè? We gaan eventjes op de rand, mooi achtergrondje. We gaan gelijk een videoclip van jullie schieten. Een videoclip. Val niet achterover, hè, dames. Ik zeg nog dadelijk. Wij zingen een afscheidlied. Precies. Oh, dat is leuk. Moet ik jullie in 3, 2, 1... Dames en heren, het is gedaan. De bossenbloemkes die moeten gaan. Het was weer gezellig, u deed goed mee. Dat valt in ons tevreden. Tot de volgende keer. Ik weet alleen nog niet waar en wanneer. Wij zien elkaar heel vlug terug. Dan doet u mee. De bloemkes komt,
Ja, wij gaan er dan voor. Tot de volgende keer. Sera! Applaus! En mag er wel zitten, hè? Mag er wel zitten. Jongens, we hadden iemand gevonden die gisteren niet kon zwemmen. Die was aan wal al ziek voordat hij eraan lag, in lag. Kunnen jullie even meekomen? Eventjes, jongen, eventjes een zwemlesje geven of niet? Lukt dat? Hij zwemt best op Eiland. Hij kan gewoon water trappelen, ken iedereen. Hij heeft geen zwemdiploma, maar het is niet zo diep hier. Het is niet zo diep hier, hè? Zo, daar zijn we weer. We hebben een mooie, ja, wat voor kleur, oranje zwemvestje hier. We gaan iemand leren zwemmen. Die heeft geen zwemdiploma. Hij komt uit Apeldoorn. Jermaine Stuyver is zijn naam. We gaan hem opzoeken. We hebben het koor gehad, hoor. We gaan nou iemand leren zwemmen. Hij zit in het hoekje daar. Stuyver, we hebben gehoord dat jij nog niet kon zwemmen. Je staat op maar. Je staat. Wat zeg je? Je staat vast. Heb jij je zwemdiplomaatje nog niet? Nee. Hoe komt dat? Ja, weet ik niet. Ik moest op voetbal, hè. Dat vonden ze leuk. Hey, zwemdiploma. Iedereen aan boord heeft hier een zwemdiploma, behalve Jermaine Stuyver. Ja, dat klopt. Ken je wel water trappelen? Ik heb nog nooit gezwommen. Wil jij een vest aan of wil jij gewoon pssst, zo erin gemieterd worden? Zullen we een vest aan doen, hè? Doe maar een vest, Jan. Ja? Okay. Oh, gaan we niet wegvaren dan? Nee, oh, we varen niet weg. Help die jongen even. Ik vind dat wel gemeen hier, heb jij nou gaat doen. Wat zeg je? Ik vind dat wel gemeen waar jij nou gaat doen. Ik vind het niet zo gemeen, ik vind het heel grappig. Echt waar? Ja. Kom maar jongen. Kom maar. We leggen... Nou, ik heb echt met die jongen te doen. Nee. Even wachten. Hier zit een klein fluitje. Als je... Oh, een lampje aan. We doen hem even vast. Ja, maar gaat hij nou niet weg dan? Gerard. Ja, liep maar mijn armen, geit, dan ken ik toch niet. Boos. Gerard! One moment! Wacht even. Nee. Wacht even. Ik moet even één ding doen, jongen. Wacht even dan! Dat is nou niet leuk. Hij kan gewoon zwemmen. Hij heeft ons de hele tijd voor de gek gehouden. Yoga! Hij was aan het janken. Dat is dan weer niet leuk. Hoe voelt dat nou dat het niet gelukt is? Ik vind het heel jammer. Dat komt waarschijnlijk door al die jongens. Kijk, ze staan kijken. Ze vonden het leuk om jou te zien. Ik vind het toch jammer. Op je tenen snap je, daar over die gang. En ik zie je. Jij denkt dat ik sla, maar ik weet dat je gaat. Want ik hoor je. Heel voorzichtig tik jij de deur op slot. En gaat door de straat, compleet op de bot. En vraag. Eenzaam en alleen, zo voel ik mij alle dagen. Ik wil zo graag met je praten, maar ik ben bang voor wat jij mij dan zegt. Eenzaam en alleen, hoeveel moet ik nog verdragen? Want ik vind het niet goed wat je doet, maar zonder jou kan ik niet zijn. En tot heel diep in de nacht, wacht ik weer op jou. God, waar ben je? Onze liefde heeft al zoveel stormen doorstaan. Waar blijf je?
Ik kan niet slapen als je niet naast me ligt. En als je thuis komt, stop ik je ogen dicht. En laat het merken dat ik jou zo vreselijk, jongens, met z'n allen. Als je vrouw je heeft verlaten, waar jij zoveel van houdt. En vrienden je gaan haten om een kleine fout. Dan wil je soms je leven je eigen laten gaan. Je ogen worden vochtig en je voelt ineens een traan. En dan gaan we, dan mag niet huilen, ook al leeft hij verdriet. Nee, je blad mag niet huilen als een ander het ziet. Hij moet alles vergeten en zich nooit laten gaan. Nee, je blad mag niet huilen, zelfs geen enkele traan. Je hebt jarenlang verkering met een meisje uit de straat. Je bent van haar gaan houden, maar het is te laat. Ze heeft opeens een ander en ze kijkt je niet meer aan. Dan wordt het je te machtig en je voelt ineens een traan. Goedemiddag mensen. Rob, hoe vind jij het op de boot om elk jaar mee te gaan? Je hebt eigenlijk zo geen vakantie, hè? Je moet ook nog werken op de boot. Ik moet er werken helaas. Dat is niet woord, hè? Werken. Boot, schip. Boot. Wat is een bootschip? Nee, een botje. Een botje? Een klein butje. Een botje. Nou ja, het is wel leuk om dit te doen natuurlijk. Hè? Gezellig. Maar er moet wel een artiest beginnen te zingen natuurlijk. Ik zit te wachten hier. En hoe is het geluid aan boord? Volgens mij hoor ik niks niemand klagen, dus volgens mij is het kei goed. Ja, ik hoor helemaal niks. Dat moeten we hebben als artiest, hè? Dacht ik ook. Ik hoor helemaal niks, wat kan dat nou? Wat blieft? Ik hoor helemaal geen geluid. Nee, als we stil liggen mag er geen geluid. Oké. Okay. Kijk, er zitten allemaal berggeiten, die mogen niet gestoord worden. Is een, je moet even wachten. Dat is natuurschoon. Ja. Die beschermd dier is dat. Beschermd dier. Avond zonder grote zorgen, ja, de biertjes staan al klaar. We staan te dansen op de bar, gaan de wereld aan toe. La 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 la, we zeggen proost, hebben het glas, zijn nooit meer moe. Nu zingen wij als met ons mee. Nee, is dit normaal? Kennen geen grenzen als we weer gaan feesten? Nee, het blijft speciaal. Op we drinken samen bier met veel plezier. La 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 la, we gaan nog langer niet naar huis, we blijven hier. Daar zien we. Dus zingen wij ons met ons mee. Oh, oh, oh. Het is hier een feestje bij ons in de kroeg. We zijn niet te stoppen, het is nog te vroeg. Dans met ons mee. Oh, 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 oh
dans met ons mee, allee, allee. Dans met ons mee, dans met ons mee, dans met ons mee, allee, allee. Dans met ons mee, dans met ons mee, dans met ons mee, allee, allee. Dans met ons mee, dans met ons mee, dans met ons mee, allee, allee. We hebben nog iemand gevonden die had een heel raar rietje in zijn flesje zitten. We gaan even vragen wat het is. Het was een oranje raar rietje. Nigel, we zagen jou toen straks op de boot zitten. Je ging op de boot zitten, we kiepsijzen bijna overboord met z'n allen. Maar je had een heel raar rietje bij je. Wat is dat van rietje? Nou, voor te bubbelen. Waar is dat rietje gebleven? Nou, die heb ik ergens in de tas. Kijk. Laat eens even aan de kijkers zien van TV73 hoe dat moet. Ik heb het één keer gezien bij andere hazes. Ik heb zo'n flesje aangeschaft. In ieder geval een rietje. Ik kon er niks van. Maar als jij dat even laat zien hoe dat moet. Even eruit pelken. En hoor een geluid erbij of zonder geluid? Ja, met geluid. Ik ben nou goed schoon, dus... Dan helpt dat tegen schorheid? Zeggen ze. Oké. Okay. Nou, we gaan het merken zo meteen, hè. En wat voor geluid is het zonder rietje? Oeh. Oeh, gewoon oeh. Oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh. En lijkt wel op die meneer, duif meneer. Oeh. Oeteldonk, hè. Oetel. Zet je hoedje ervan, want dat is voor het beeld wat beter. Wat goed, vies. Net Gerrit Joling, hè. Beetje de... Over de haar nog. Ja, ja. Te maken. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen en mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste en ik ben niet al te vlug. Maar als je mij een tweetje leest, nou, zie je het nooit meer terug. Ik ben er niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Daar weet je alles van. Maar ik kan van je houden. Zoals iemand anders kan. Laat uren op me wachten. Dan heb ik ook nog geen geduld. Denk enkel aan mezelf en geef anderen de schuld. Er is met mij een zoontje en ik geef nooit fouten toe. Maar als je met me rijdt, dan ben ik liever lui dan boe. Waarom zeg maar, waarom ben ik alleen? Dat eenzaam. Waarom zeg mij, waarom noem je maar mij eens bij mijn voornaam. Ik heb ook nog een vrouw die mij zelfs om mijn maat gaat. Waarom zeg mij, waarom moet ik eenzaam? Mag ik ja, ik heb mijn werk, verdien mijn geld. Zo is mijn leven. Dit is allemaal voor mij. Maar ik zou zo graag iets wil ik geven, zolang ik dan niet ga, ben ik niet blij, maar ben wel eenzaam. Waarom, zeg maar waarom,
moet ik alleen staan. Ja, dan kom ik weer hoor. Allemaal terug naar de taal. Nee, ik denk dat je gewoon voor kregen ook, maar we kregen ze niks. Kom maar. Jo, hop. Actie. Tempo. Kom maar. Kom maar, ja. Kom maar, kom maar. Kom maar. Nou, was daar weer in de boot genomen. Kom maar. Kom maar. Kom naar huis. Hoep. Nou. Dat was dan weer de aflevering van de Boottocht. We gaan kijken wat de volgende keer weer gebeurt. Houdoe!